Breda Nu. Je weet het meteen. Nog een paar weken, het is bijna 1 januari, maar dan ga je echt afscheid nemen van het Teterings Brandweerkorps. Het zal wennen zijn voor het Teterings Brandweerkorps, voor Teteringen, maar natuurlijk ook voor jezelf. Ik wil je in ieder geval danken namens het gemeentebestuur van voormalig Teteringen, maar ook van Breda en eigenlijk van de hele regio, want jullie zijn natuurlijk ook actief buiten de gemeentegrenzen van Breda. Dat je dat de afgelopen 25 jaar met zulke gedrevenheid en betrokkenheid hebt gedaan. We zijn enorm dankbaar, maar ook apetrots dat we dit soort vrijwilligers in onze gemeenschap hebben. Maar ik wil niet alleen het bij mooie woorden laten namens het gemeentebestuur, want er is ook nog een mooie bekroning die erbij komt. Want ik mag vandaag hier bij de korpsavond van de brandweerkorps van Teteringen in aanwezigheid van jouw familie en vrienden zeggen dat als dank voor de ruim 25 jaar inzet bij de vrijwillige brandweer in onze regio en Teteringen bijzonder, het een eer voor mij is om je te mogen melden dat het Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander het heeft behaagd je vandaag hier te benoemen tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. Hoe was het om vanavond een koninklijke onderscheiding te ontvangen? Verrassend. Verrast. Ja, ik dacht na mijn 25 jaar vanuit de regio, dat is prima. Dat is netjes. Ik heb het altijd met heel veel plezier gedaan. En er zijn jonge collega's onderweg en in opleiding. Dus ik vind dat ik mijn best gedaan heb en ik ga weer verder. Hoe was het voor jou om je vader bij de brandweer te hebben? Ja, fijn, goed gevoel. Ik ben blij dat hij het gedaan heeft, altijd met passie. Dat was ook wel te merken. Dus voor mij is het, ik ben trots op. Hoe vind je dat hij vandaag een koninklijke onderscheiding heeft gekregen? Vind ik mooi. Stiekem heeft hij toch verdiend. Al had hij het zelf gezegd van niet, maar ja, ik vind dat hij het verdiend heeft. Zeker. En jij zelf? Zit je nu zelf ook bij de brandweer? Nog niet, ik ben het wel van plan. Eerst nog even de opleiding doen en dan kijken we even verder wat het gaat worden. Hoe was het om met Ton samen te werken? Nou, met Ton hebben we altijd heel prettig kunnen samenwerken. Net wat de burgemeester ook zei, het was altijd een hele snelle jongen. Hij was er altijd vrij snel als er wat aan de hand was. Dus we zullen hem echt wel gemissen, ja.